Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bnr Journaal. Mijn naam is Charlotte van Ereno en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over verzoek aan ministerie Bruno Bruins door de Hermelijn-rechtszaakzorggroep BES tegen ZVK. We beginnen onze uitzending met Bonaire verkeersproblemenanalyse van de kick-off Masterplan 2030. Het verkeersbeleid op Bonaire wordt gedomineerd door auto's en zijn geen aparte voorzieningen voor het langzaam verkeer, voetgangers en fietsers. Gedeputeerde James Kroon vertelt meer. Het masterplan noemt een aantal thema's. 1. Vrachtverkeer en bevoorrading wordt niet geregeld. 2. Er is geen sprake van een fietscultuur. 3. Parkeren moet met name in het centrum van Kralendijk beter worden georganiseerd. 4. Het huidige systeem van openbaar vervoer voldoet niet. 5. De handhaving moet beter. 6. Verkeersafwikkeling door toenemende autobezit wordt een steeds groter probleem. 7. Gebrek aan fondsen voor infrastructuur. Er is onvoldoende terugvloeiing van middelen vanuit grondopbrengsten naar investeringen in de infrastructuur. 8. Toerisme is de backbone van de eilandeconomie. Er is onvoldoende ruimte voor het cruistoerisme in het centrumgebied van Kralendijk. 9. Wegenonderhoud is een uitdaging. De technische staat van de wegen is slecht tot zeer slecht en doordat de afwatering niet goed geregeld is. De zware vrachtwagens over de wegen rijden leiden tot wegconstructie daar fors onder en zijn er onvoldoende fondsen voor een onderhoudsbudget. Er is ook geen structurele onderhoudscyclus. Het motto is liever één weg goed aanpakken dan drie half. Nu komt het verkeer overal voor, ook in het centrum, dat zich daardoor niet goed kan ontwikkelen als verblijfsgebied. Op de linker afbeelding zien wij in rood de gebiedsontsluitingswegen en in geheel de wijkontsluitingswegen. Er is geen duidelijke structuur. Op de rechter afbeelding ziet u dat er een duidelijke structuur wordt voorgesteld. De gebiedssluiting geschiedt aan de rand van het centrumgebied. Er zijn slechts enkele wijkontsluitingswegen en er wordt een fietsstructuur geïntroduceerd. Er zal aandacht besteed moeten worden aan openbaar vervoer, fiets, parkeren, functioneel wegbeheer, duurzaamheid van de mobiliteit, introductie, duurzaam, veilig, / wegcategorisering, monitoring, / verkeersstellingen. Tijdens de kick-off conferentie van de Masterplan 2030 sprak Kroon onder andere over het masterplan voor het opknappen van de wegen en de aanleg van een fietspadennetwerk. Het uitvoersprogramma kent u 4 beleidsprogramma's. Verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid, flankerend beleid, duurzaamheid, financiering, monitoring. Prioriteit is verkeersveiligheid. Naast actualisering van de verkeerswetgeving is onderhoud van de wegen urgent. Een ingenieursbureau heeft een inventarisatie gedaan van het bestaande wegennetwerk, welke bestaat uit 212 kilometer verharde wegen en 130 kilometer onverharde wegen. Tijdens deze exercitie zijn weginspectie uitgevoerd volgens de CROW-richtlijnen en ook constructieboringen gedaan. Voor daaruit zijn de wegen gecategoriseerd in de staat van de weg 1 tot en met 5. Dit resulteerde in een benodigde investering van circa 90 miljoen over een periode van 10 jaar, waarbij alle wegen weer op het gewenste kwaliteitsniveau worden gebracht. De overheid heeft een meerjarig onderhoudsplan Wegen Bonaire 2019-2023 opgesteld, waarmee Nederland is benaderd voor een financiële bijdrage voor uitvoering daarvan. Dit plan kost 18,5 miljoen en gaat uit van een renovatie van 15,2 kilometer wegen. De focus is gelegd op de wegen met de slechtste kwaliteit. De wegen zijn
ontworpen om een ontwerplevensduur van 25 jaar, waarbij met het uitvoeren van regulier onderhoud de wegen circa 80 jaar mee kunnen. Het fietsplan is samengesteld met ondersteuning van de Universiteit van Twente. Bonaire wil zich richten op duurzame ontwikkeling. De aanbevelingen uit het fietsplan Bonaire zijn snelle implementatie fietsplan gezien de sterke toename van het autobezit en autoverkeer, verbeteren wegonderhoud in verband met de verkeersveiligheid van de fietsers, fietsaanschaf en onderhoud stimuleren met mogelijke incentives, handhaving om fietsers te beschermen, stimuleren recreatief en sportief fietsen voor lokale mensen en toeristen. Op de slide zien wij het voorgesteld fietsennetwerk voor Bonaire. Er loopt een hoofdas aan de rand van het centrumgebied. Vervolgens wordt het netwerk verfijnd via drie fasen. Eerste fase, donkerblauw, langs de middelbare scholen. Fase 2, lichtblauw, verbindt fase 1 met de hoofdas en introduceert een belangrijke as langs de boulevard. Fase 3, roze, verbindt de woongebieden met het netwerk. Naast het onderhoud van wegen heeft het overheid gewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur rondom drie scholen op Bonaire. Gedeputeerde James Krom. Er is hier sprake van onverraden wegen, wat leidt tot een gezondheidsrisico van onze leerlingen en leerkrachten. Hiervoor is eenmalig geld uit Nederland beschikbaar gesteld. Op dit moment loopt de aanbesteding en zal de aannemer naar verwachting eind deze maand met de uitvoering starten. De uitvoering zal circa 6 maanden duren. Het uitvoeringsprogramma is getoetst en gereviewd door een Nederlands ingenieursbureau en de plannen zijn vastgesteld en fondsen toegekend. Dit komt neer op een eenmalige bijdrage van 3 miljoen euro voor de infra rondom de scholen en structureel een bijdrage van 2,75 miljoen euro voor het regulier onderhoud. Daarnaast werkt onze overheid samen met de Nederlandse gemeenten Rotterdam en Alphen aan de Rijn om kennis te delen en op basis van partnership verder te werken aan het professionaliseren van de directie, ruimte en ontwikkeling en het verder uitrollen van de gewenste duurzame infrastructuur op Bonaire. De planning is om de derde week van november 2019 opdracht te geven voor de infrastructuur rondom de scholen. Voor de eerste tranche van het meerjarig onderhoudsprogramma Onderhoud Wegen Bonaire 2019-2023 zal deze maand nog opdracht gegeven worden voor de technische voorbereiding van de werkzaamheden. De wijken die in deze eerste tranche zijn opgenomen zijn Nikiboko, Belnem en Terekora. De aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020. Ondertussen kijken we ook verder naar kansen voor Bonaire en innovatie op het gebied van infrastructuur. Op de slide ziet u een aantal kansen en innovatieopties. Tot slot ziet u dat wij reeds veel werk verzet hebben voor de verbetering van de infrastructuur op Bonaire. En dat we daarbij focussen op de duurzaamheid en geen quick fix willen toepassen. Ik hoop dat mijn inleiding voldoende inzicht heeft gegeven om een bijdrage te leveren aan de workshop infrastructuur. Dinsdag 5 november was de rechtszaak Zorggroep BES tegen het zorgverzekeringskantoor ZVK voor het stoppen van het zorgcontract met de organisatie Zorggroep BES. We spreken met huisarts Dr. Hermelijn over het belang van Zorggroep BES. Ja, er is een... Momenteel zitten we natuurlijk in een conflict situatie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ik even een kleine inleiding geef van wat zo'n zorggroep BES wil doen en zo. We weten dat we hier in het Caribisch gebied een groot probleem hebben met mensen met nierziektes, met allerlei oogproblemen. En een van de boosdoeners, dat is de suikerziekte, dat is de diabetes mellitus. Met name de type 2, dat zijn de iets dikkere mensen, hè.
En uiteindelijk, op een gegeven ogenblik, wil je deze groep goed behandelen, dan moet je deze groep extra aandacht geven. Je moet deze groep ook kunnen motiveren wat er aan de hand is. Ja? Dat betekent, deze mensen moeten goed worden ingesteld. Deze mensen moeten regelmatig worden gecontroleerd. Die gaan onder andere naar de oogarts jaarlijks. Ze moeten ook naar de internist, CQ-nefroloog, de nierdeskundige. Ze moeten naar de neuroloog, ze moeten naar de podotherapeut, ze moeten naar de diëtiste, ze moeten ook, beweging hoort daar ook allemaal bij. Dus het is allemaal eigenlijk een hele, hele gecompliceerde materie. Een heel, heel gecompliceerd, heel moeilijk ook. Voor 1010, en zeker na 1010, heeft natuurlijk Nederland de poging gedaan, wetende dat ze natuurlijk die groep moeten... Willen we die groep goed behandelen, hebben we een idee van hoeveel zijn het er. En daar hadden we geen idee van. Het was te intensief en voor de huisartsen ook, want het vraagt zoveel tijd, dat het eigenlijk onmogelijk was voor ons, of heel moeilijk, eigenlijk onmogelijk, om te weten hoeveel diabetes hebben wij nou hier op Bonaire. Want als je de diabetes hebt, dan weet je dat je moet behandelen, dan kan je hem controleren, je moet hem gemotiveren. Het is erg moeilijk. Nou, Nederland wist dat en Nederland is dus begonnen na 1010 eigenlijk deze groep te proberen op te sporen. En ze hebben het eigenlijk gedaan een beetje ook, zeg, we gaan in het ziekenhuis een diabetespolie opzetten. Nou, het ziekenhuis zit je al, dat noemen wij de tweede lijn, en daar komen, ja, er zijn natuurlijk wel patiënten naartoe gegaan. Maar die komen natuurlijk bij Nederlands sprekende artsen, die artsen hebben de cultuur niet. Er is een wisseling van artsen, dus op een gegeven ogenblik ging dat niet. Ja, de mensen gingen even, kwamen niet of ze gingen helemaal niet. Nou, we weten in Nederland ook dat wil je dit goed oppakken, want Nederland heeft ook dit probleem, wil je dit goed oppakken, dan moeten de mensen komen in een situatie waar ze zich thuis voelen, waar er ook aandacht is. Nou, en dat is natuurlijk de eerste lijn. De eerste lijn is de lijn van de huisarts. En die huisarts die moet dan met hulp deze mensen benaderen, deze mensen motiveren om toch, weet je, zich te laten behandelen, zich te laten controleren. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij je terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Rechtszaak Zorggroep Best tegen het zorgverzekeringskantoor ZVK. Volgens dokter Hermelijn ontstaat de onduidelijkheid hoe uitmuntend Zorggroep Best presteert. Desondanks stopt de ZVK het contract met de Zorggroep Best. Ik zeg je eerlijk, ik wist dat het een moeilijke taak was. Boven verwachting, maar echt waar ik eigenlijk trots op ben, boven verwachting, ja, begonnen de diabetes binnen te stromen. Ik dacht, goh, ik wist nooit dat ik zoveel diabetes had. Mijn collega's waren zeer tevreden. Zeg, hè, het kan nu beginnen. Dus als zorggroep heb je dan succes. Het is fantastisch. Met name door interventie van de manager. Met onderhoud en onthoud goed, je moet dat heel ding managen. Hè? Met iedereen, de manager en natuurlijk de verpleegkundige. Nog even moet ik aangeven dat er nog een bestuur boven zat, zaten twee artsen in. Maar ja, die zijn niet bezig met de praktijk. Goed. Ik kreeg bijvoorbeeld, ze waren een half jaar bezig en kreeg ik plotseling, werd een patiënt opgeroepen. Dus ik riep hem op. Ik denk, jeet, die is al een jaar niet geweest, anderhalf jaar niet geweest. Die kwam hier en die werd opgeroepen. Hij ging niet, kwam niet. Ze gingen bij die meneer naar huis. Die meneer komt dan, ja, tegenslag. Hij zegt, je gaat niet meer naar die diabetespolie. Ik zeg, nee, we hebben een andere structuur. Maar in het jaar tijd, iets langer dan een jaar, was die man zijn nierfunctie van matig tot normaal gegaan naar haast dialyse. Dus we hebben die man van de dialyse kunnen weghouden. Enkele maanden geleden, recent, bam, gone with the wind. De ZVK zegt het op. De ZVK zegt het op. Ik zeg, nee, is er een probleem? Zijn er klachten? Nee.
Is er iets gebeurd wat je... Nee. Wat we weten? Nee. Integendeel, we hadden een soort enquête gehouden onder de artsen. Dat was perfect. Ik heb hier aan mijn patiënten gevraagd, hoe vinden jullie het? Fantastisch. Die mensen gingen zitten. Ze kregen wat te drinken. Het was dus gemoedelijk. ZVK stopt. Brem. We zijn ermee gestopt. Dan gaan we verder. Je zegt dat we niet functioneren. Maar als je een nieuwe groep wil hebben, dan wil je wel de verpleegkundigen hebben. Huh? Je wil wel de verpleegkundigen hebben, want die zouden dan je ook bestolen hebben. Wat natuurlijk niet waar is. Dan heb je het ook, dus je hebt het niet tegen hun, want als iemand mij bestelt en je bent je verpleegkundige, dan neem ik jou niet meer in dienst, toch? Maar je wil wel de mensen hebben, maar je vindt dat de groep niet functioneert. Terwijl de groep wel functioneert. Wacht eens even, dan wordt het een beetje moeilijk. Vervolgens meldt dokter Hermelijn een verzoek aan Bruno Bruins, ministerie van Medische Zorg en Sport, om de ZVK terug te fluiten. Dan hoop ik dat de minister van VWS, die hier natuurlijk medisch echt verantwoordelijk voor is, ja, en dat is, ik denk, de heer Bruins, denk ik, met alle respect. Zeg, meneer Bruins, nou praat ik even met u. Als u dit nog eventjes aanhoort, hè, dan kan ik alleen maar concluderen op een gegeven ogenblik dat de ZVK, en ja, sorry, ik vind allemaal aardige mensen daar, hoor. Ik ga niemand persoonlijk aanvallen. Maar de ZVK, die organisatie, die scoort niet. De ZVK scoort niet. Ja? Je gaat als zorgverzekeringskantoor geen systeem omver helpen die zeer uitmuntend werkt. En dan nog trotse eilandskinderen die dit op poten hebben gezet. Dat kan niet. Ja, en ik verzoek je dan ook vriendelijk deze mensen terug te fluiten. Fluit de ZVK terug. Want aan conflicten hebben we niets. Conflict lost niets op. En een persoonlijke fetus is tenminste mijn conclusie trouwens. Naar een manager, dat is zwak. Dan moet je die manager zelf uitnodigen en hem in zijn gezicht zeggen. Zeg ik, mag je niet om die en die en die reden. Maar u gaat niet een hele organisatie van ons, want gewoon het goed, hè. De zorggroep BES is indirect ook van ons. Die groep gaat u niet aanvallen. Dat accepteren we echt niet. Want dat zou betekenen dat VWS het niet voor heeft met de gezondheidszorg van Bonaire. En dat heeft u natuurlijk wel. De zorg van Bonaire staat bij u hoog in het vaandel. Bonaire heeft duidelijk Nederland het vertrouwen gegeven, maar we vragen wel respect en we vragen wel constructie. Werk constructief en niet destructief. Dat is het enige wat ik u vraag. En ik hoop, ik vind het vervelend dat ik elke keer naar voren kom, maar onrecht, daar kan ik niet tegen. Ik vind dit onrechtmatig en dit mag niet en dit moet niet kunnen. Ja, we zijn geen tweederangs burgers. We zijn serieuze mensen hier die serieus werken aan de volksgezondheid. Die serieus, en we hebben mensen met kwaliteit, dat hebben we bewezen. We hebben een general manager die topprestaties levert. We hebben een verpleegkundige die topprestaties leveren. En dan willen we zo niet behandeld worden, want dat doe je ook niet. Ja, dat, ik denk dat als die boodschap doorkomt, dan ben ik op een gegeven ogenblik, kom ik al een heel eind. Dan ben ik blij op een gegeven ogenblik, maar ik vraag je ook zo spoedig mogelijk. Want nu lopen er weer diabetes over straat. En weet je wat het vervelende is? Als je de mensen eenmaal in het vangnet hebt, dan komen ze. Maar als je het weer een paar maanden overheen laat gaan, dan zijn we ze weer kwijt. En dit is te belangrijk. Dit is te belangrijk, mensen. Dit is te belangrijk om conflictjes op een gegeven ogenblik door te laten gaan. Ik hoop ook dat de rechter deze zijde ook ziet. Want zoals die groep daar ook eigenlijk, ja, onder uw verantwoordelijkheid daar tekeer gaat bij een kort geding en mensen beschuldigt op een gegeven ogenblik, ik vind dat een schande. Ik vind dat dat niet mag.
Budget Marine en In de Bon organiseren wederom samen het vierde Bonaire Waterfront event met dit jaar 2 triathlons, zeilwedstrijden en een vistoernooi op zondag 17 november. We spreken met Elisabeth Vos. Ja, deze zondag hebben we de 4e editie alweer van de Bonaire Waterfront event. Het is een evenement wat we 4 jaar geleden zijn gaan organiseren bij Casregata. Gewoon in Playa Babau voor iedereen die mee wil doen. Iedereen die het leuk vindt om mee te doen is van harte welkom. Alle leeftijden, zijn geen restricties. We hebben verschillende sporten bij elkaar. We hebben daarom dus ook triathlon gekozen. Zodat er gezwommen, gefietst en hard gelopen kan worden. We hebben 2 verschillende afstanden. De lange triathlon is 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen. Dat worden 4 rondjes van 5 kilometer. En 5 kilometer hardlopen. En de korte triathlon wordt 350 meter zwemmen, 10 kilometer fietsen en 2,5 kilometer hardlopen. En de triathlons mogen individueel gedaan worden, maar ze mogen ook als team gedaan worden van 2 of 3 personen. Dus dan wordt het leuk, want dan kan je het met je familie doen, met je vrienden, met je collega's. Het duurt maximaal 2 uur. De start is om 8 uur. En meestal zijn we zo tegen 10 uur, 10:30 zijn we de prijs al aan het uitdelen. Vistoernooi en een zeiltoernooi. Ja, het, na de triathlon dan gaan we gewoon lekker zeilen. De captain's meeting is om 9 uur. Het zeilen begint om 10 uur. Er zijn verschillende categorieën. Als je mee zou willen doen, je hebt geen sunfish, dan kan je een sunfish huren bij de zeilclub. We hebben een hele leuke samenwerking met hun. En er zijn andere categorieën, zoals optimisten voor de kinderen. Zoals ik al zei, sunfishes en de jachten kunnen meedoen. En we hopen op veel wind, want dan kunnen de kitesurfers en windsurfers ook het water op. En dan naast de zeilwedstrijden, die zowel 's ochtends als 's middags gevaren gaan worden, is er natuurlijk het vissen. En de vissermannen die houden ervan om 's nachts al weg te gaan. Dat mag, na 12 uur mogen ze vertrekken. En ze moeten zorgen dat ze tussen 1 en 4 's middags terug zijn bij de vispier naast de Casregata. Want daar wordt hun vis gewogen. En het gaat niet om de hoeveelheid vis, juist niet. Het gaat alleen maar om de dikste. Dus er zijn prijzen voor de grootste vis, niet voor de hoeveelheid vis. En de prijzen zijn er voor de grootste wahoo, dorado en tuna. Inschrijven, waar kunnen mensen inschrijven? We hebben een website waar ingeschreven kan worden. De website is Bonaire Waterfront Events. Dus er kan online ingeschreven worden. Maar er kan ook gewoon hier bij Budget Marine ingeschreven worden. De inschrijving begint vandaag. Morgen de hele dag kan ingeschreven worden. Vrijdag de hele dag en zaterdagochtend is de laatste dag. En dan hebben we natuurlijk ook t-shirtjes voor alle deelnemers. Het inschrijfgeld is $15 per deelnemer. En voor de kinderen onder de 12 jaar, die betalen $12. Opnieuw slaat de ombudsman Sint Maarten alarm over wederopbouw. 2 jaar na de orkaan Irma zijn op het eiland nog weinig daken gerepareerd en er ontstaat gevaar voor de gezondheid. Caribisch Netwerk. I call an office only to be insulted in the worst way. When I told the person I'm sorry, but I'm not calling you to make problems or anything. I'm just calling to get a follow-up because I was told XYZ. Listen to what I am telling you. It's not your turn. Your turn is between June and July. I was talking to the good man in June, the first week in June, but he had forgot to mention and I forgot to ask June of which year. No, I want the public to hear this because if help is coming to St. Martin people should benefit from it. It makes you feel as if you're a beggar. I'm not a beggar. My mother never taught us to beg. And I'm sorry that I become emotional, but there's a lot of people going through worse stress. I consider myself safe because you look there to the dining room, you're seeing curtains, but behind the curtain is plastic and plywood in order to keep things out. But the rodents come in. The rodents, rats and mice and roaches come in. And I'm glad that you all have enough
interest in us to take our name based on the presentation list we had signed and follow up. De burgemeester van Venetië verklaarde een staat van ramp nadat de stad werd overstroomd tijdens op één na het hoogste tij ooit. Iets dat de burgemeester ook heeft toegeschreven aan klimaatverandering. Euronews heeft dit volgende. One man died in Palestria, one of the islands of the lagoon, electrocuted while trying to pump water out of his house. At its peak, more than 80% of Venice was underwater. And while many locals are wary of tides like these, one man thought it was the perfect occasion to work on his swimming strokes. The canals up to last night, this section, as 80% of the section of the city, of the whole city, as you said, was underwater. But this is what happens all the time when high tide comes in. Now the highest tide is usually in the morning at about 10:30 in the morning or so, and then later in the evening. But here's the thing, there are more tides expected to come in tonight, tomorrow, and also Friday. Now this is a series of extraordinarily high tides with an extraordinary frequency, and that's why the mayor of Venice declared today a state of emergency, blaming climate change during a press conference for the high frequency and high tides in the past few years. And he also called for help to make sure that something is being done to prevent the tides to damage this beautiful city, he talks. Well, there is a multi-billion dollar project called the MOSES, of course, and that started being constructed in 2003, and since then it has been hit by delays and raising costs and scandals to the point that Venetians have started to lose hope that they will ever see those floodgates rising from the bottom of the lagoon and coming up when the tide comes to prevent it from coming into Venice, which is also why today both the mayor of Venice and the governor of the region called for more innovative, original ideas on how to help the city from sinking, essentially. Whether or not it's due to climate change, I think is a moot point. Everybody knows that the world has now entered the climate emergency, and extreme events are going to be happening with increasing frequency. But saying it's due to climate change doesn't take the responsibility away from people, mayors included, for developing proper flood controls, infrastructure, and emergency systems for dealing with events such as what we had last night. We can't change what the physical forces do, what nature does, but we can change what we do as humans, as politicians, as scientists. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van der Rino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende keer.